De 6 weken oude Faber is na een voldragen zwangerschap geboren. Hoewel hij een beetje te klein was, had hij een goede start. Maar een week geleden werd hij van het ene op het andere moment heel erg ziek. Zijn moeder Willemijn wist niet wat haar overkwam. Ons zoontje had bij mij gedronken en toen werd hij op een gegeven moment rood en begon hij een beetje naar adem te happen. Was heel hard aan het huilen. En toen ging hij met zijn ogen wegdraaien. En toen had ik het gevoel van, nou, dit is echt absoluut niet goed. En toen werd hij helemaal wit en slap. En op een gegeven moment begon hij over te geven. En zijn ogen bleven zeg maar naar de zijkanten staan. En zijn pupillen zaten half onder zijn oogleden. Toen raakte ik echt in paniek. Ik weet nog dat ik alleen maar aan het roepen was van, dit is niet goed, dit is niet goed. En dat... Dat je gewoon echt ziet dat het niet goed is of zo. Faber heeft een hersenbloeding gehad. Hierdoor wordt zijn hersenvocht nu niet goed afgevoerd. Om te voorkomen dat de druk in zijn hoofd te groot wordt, krijgt Faber vandaag operatief een buisje in zijn hoofd geplaatst, waarmee het hersenvocht weggehaald kan worden. Ja. Probeer maar. Faber moet nuchter zijn voor de operatie. Hij heeft al 3 uur niet gegeten en begint honger te krijgen. Willemijn probeert hem te troosten met een fopspeen. Ik zou graag willen, schat. Ik kan er echt niks aan doen. Eens kijken of hij mee op schoot rustiger wordt, omdat hij nog wel even moet wachten. Ja, hij moet rustiger wachten. Meestal is het 12:00, maar het kan later worden. Dan geef ik hem lekker bij. Ja. Zal ik dat doen? Dan. Ja, want dit is wel heel zuur. Ja. Dus dit gaat zo lang gaan duren. Voordat Faber naar de operatiekamer kan, arriveert ook zijn vader Maarten. Toen het bericht kwam dus dat er iets van een bloeding in zijn hersen zat, dan word je zelf heel onzeker en angstig van wat er allemaal gaat gebeuren met je kind. Ik sprak nog met Rijn vanochtend. Oh, ja. Zijn broertje had ook een drain gehad. Dus, oh, echt? Dus die zei nog steeds? Nou, die was ook zo ziek. En ook weer iemand die hij kende had ook zo'n permanente drain. Oh, ja? En daar viel wat hij zei ook wel prima mee te leven. Zullen we je wel bemoedigende geluiden? Ja. Hoe was de nacht gegaan, man? Heel goed. Ik zei nog net tegen Melon Benders dat hij dus best wel slaperig was. Ja. Dus toen zei ze ook van ja, dan is het wel goed dat hij nu die rieken krijgt. Dr. Benders is gespecialiseerd in de problemen van de hersenen bij pasgeborenen. Het behandelend team heeft besloten tot het plaatsen van een zogenaamde Rickham Drain. Het buisje waarmee straks Fabers hersenvocht afgevoerd kan worden. Hij had een bloeding in een van zijn hersenkamertjes. Wat eigenlijk een bloeding is die we normaal gesproken bij te vroeg geboren kinderen zien. Maar die was wel wat verder uitgebreid in de centrale hersentjes. Het gevolg van zo'n bloeding is dat de afvoer van het hersenvocht niet goed kan plaatsvinden, waardoor de hersenkamertjes verwijden. En daar waren we eigenlijk al heel erg bang voor. En dat is eigenlijk een toenemend gebeurd over het weekend. En vandaar dat hij nu een operatie gaat krijgen. Oh, dat is echt wel spannend, dit zeg. Dat gaat toch in zijn hoofd, in zijn hersens geboord worden. Ik kan heel goed voorstellen dat dit voor ouders heel zorgelijk is. En we hebben ze wel direct verteld dat de kans op een drain toch vrij groot zou zijn. Nou ja, dan is het wachten op, dan wordt elke dag een echo gemaakt. En ja, als het moment dan daar is, dan is het voor ouders natuurlijk heel zorgelijk. Sowieso de ingreep, maar ook wat het betekent voor het traject hierna. Want dan het betekent gewoon een langdurige opname. Dat is dan natuurlijk ook heel spannend. Zo, echt wel weer leuk opgezet. Yeah.